De vakantie is eindelijk begonnen en die gaan we goed inzetten. Ja, we zijn hier op project X en Deinze. We hebben ons ratje bij en we gaan mensen interviewen en een keer laten draaien aan ons ratje. We hebben er zin in. Ja! We hebben hier onze eerste kandidaat. Ga een keer draaien aan ons rat. Micro! Oké, je mag deze micro volledig in je mond steken. Volledig! Dat lukt heel goed. Jij mag iemand een zuigplek zetten. Ja, hier. Die belt dat spontaan. Hoezo? Zuigen, hè? En die belt dat ook echt. Oh, ja, dat vind ik een goeie. Ik heb examen morgen, hè? Hij staat hier. Ja, tot... Ja. Oké, je mag draaien. Telefoon. Bel iemand van je familie en vraag hoe dat je moet pijpen. Zal gêne, ongezien. Mijn ouders doen mij dood. Mijn papa! Bel jij je papa om te vragen dat hij moet zuigen? Papa! Hoe moet ik een jongen zeggen? Pepe! Ja, hoe moet ik dat doen? Ik zal mijn eigen plan wel trekken. Salut! En zeg gewoon eventje. Ja, eventje. Wat vraag je nu aan je papa? Morgen zijn je onterfd. Waarschijnlijk. Ja, goed. Gaan we ze laten twerken? Ja. Let's go, girl. 1, 2. Dat is hier gewoon de grote plopdans. Ja, en papa, vroeg jij nu hoe je een jongen moet pijpen? Als dat is wat je vroeg, dan dacht ik dat je die ervaring al hebt met zeppen. Zo niet, dan is misschien vanavond niet het goede moment, Evi. Hij is nog aan het diepen. Jij moet 5 sixpacks vinden. Ja, oké. Ik heb dat. 4. Ja. Ja. Ah, hij moet een lapdance geven. Ik vind het wel goed. Met de spank. Hij smijt hem wel. Hey, hard. We like it rough. Hey, moet ook iemand binnen doen? Oh nee, man. Wil je zijn opdracht overnemen? Oké. Even bintraan, let's go. Proficiat, jullie zijn man en vrouw. De een hak haar op. Dat was letterlijk durven. Ja, goed. Jij mag bij iemand 5 seksstandjes uitbeelden. 1, 2, 3, omgekeerd, 4, ja, oké. Jij mag iemand een zuigplek zetten. Wat ga je mama daarvan zeggen? Geen idee. Oh. Zeg hij een vampier, man? Look. Oei, pardon, sorry. Lek iemand zijn tenen! Ja! Skurft voor de rest van je leven. Dat was het voor het Rad der Miserie. We waren hier op project X en Deinze en het was pittig. Het was heel heftig. Wij zijn een plasje zweet op dit moment, dus we gaan hier afsluiten. Bye guys! Bye bye.